Hallo allemaal en helemaal te gek. Ik zou die microfoon even wat dichterbij behalen. Helemaal te gek dat je kijkt naar Loco vs. World. Vandaag spelen we weer The Walking Dead deel 4. En laten we verder gaan. Clementine, are you feeling all right? I'm fine. Just tired. Well, you better be fine. Because I ain't carrying you anymore with that bite on your arm. Don't worry about... Oh nee! Oh shit. Knockout. KO. En we hebben weer een loading screen. Van die dingen best wel veel in deze game, maar dat maakt niet uit. We praten er gewoon overheen. En jongens. Volgens mij hebben we weer een achievement. Ik hoor dat geluid altijd bij de achievement. Yes! Now what? She already told us that she and her friend were attacked. Then she was bitten by a dog. What? And you just believed her? You should have put her out of her misery right there. Dog bite my ass. Ik werk voor niemand. Whoa. Keep your finger off the trigger, boy. Whoa! Whoa! What the fuck? You idiot! Every lurker for 5 miles probably heard that. You're the one telling me to fucking shoot her. Everybody just calm down for a second. Clementine, you okay? I'm not working for anyone. Oh, I don't know what you're talking about. I just need help. We got a doctor right here, okay? He'll have a look. Now what the hell is wrong with you people? Okay, she's just scared. We're all scared, Luke. Don't act like we're the ones being irrational because we don't buy this bullshit story. No way she survived out here on her own. Why are we even arguing about this? Let me take a look. Dat is de dokter, neem ik aan. Hi, Doc. It's okay. Go ahead, he's a doctor. Weet je het zeker? Damn, that must have hurt. Whatever it was, it got you good. Het is een hond, ik vertel het, het is een hond. When you're bit, you get put down. End of story. I'm not going through this again. No one's suggesting that. We could take her arm off. I know that worked for a cousin down in Ainsworth. We could try that. Nee, echt niet. You'll just be making it worse for the girl. It's crazy. No one's going to volunteer to do that. I would. Zo, ik ga met hem praten. Hij heeft nog wat sens. How would we know it worked? Just let Carlos have a look first. Everyone else agrees. You should be sure about this. You don't want to be responsible if you're wrong, do you? This is bullshit. Manipulatie. We praten hier op de zwakste persoon. Who's she? Sarah. What I say, stay inside. Nog een klein meisje. Help me. Daarna ga ik weg. Echt waar. Any trouble. I just want to stop the bleeding and then I'll go. You'll never see me again, I promise. And where exactly would you go? Nog geen idee, Doc. Ik kan voor mezelf zorgen. I can take care of myself. Clearly. Ha ha ha. We all agree. We don't wait for shit like this. End of story. Now what? So, what do you think? Was it a lurker? Light like that? Could be anything. Only one way to find out. How? We wait. What? By tomorrow morning, if the fever set in, we'll know if she's gonna turn. In the meantime, we can lock her in the shed. Ze gaat ons opsluiten, jongens. It needs to get cleaned and stitched and bandaged. The girl is in bad shape, Carlos. We have all that stuff inside the cabin. We could probably get by. Alvin, please. But yeah, we can't do nothing. I'm not wasting supplies on a lurker bite. If it turns out you're telling the truth, I'll clean it and stitch it up for you. Misschien moet ik die Alvin manipuleren. Krijg ik misschien wat voor mekaar? I'm sorry. It's the best we're gonna get. Finger off the trigger, son. I ain't your son. Don't be like that, man.
It's all right. Boy's got his mom's temper. Come on. This is just a waste of time. You'll see. And when she turns, I ain't gonna be the one cleaning up the shit. Het was echt een hond. It was a dog. You'll see. I guess we'll find out in the morning. If I last that long, maybe you could go look for it? I wish I could. I really do, but it's too risky. Sorry. Misschien is nu wel zombiehond geworden. Dat lijkt me heel apart hoor, een zombiehond. Oké, ik ga al. Glitch. Kijk op de achtergrond. Het wapen dat zweeft omhoog en omlaag. Maar ze zijn wel slim. En weer een loading screen. Because it's safer this way, and I'd rather be sure. Yeah. I can't believe this. You're gonna be fine. You're gonna be fine. Okay, we gaan op onderzoek uit. Hey, een viskoffer. Misschien zitten er daar tools in die we kunnen gebruiken. Not much left in here. I guess if I have to, I can use this for stitches. Zo. Dan ben je een stoere meid hoor, als je je eigen kan hechten. Oké. Okay. Waarom willen we dat? En daar. Ik weet niet of we dat moeten hebben, maar. Hey. Een anker van een boot. Kunnen we daar wat mee? Ik neem aan dat we hier moeten ontsnappen, al zou ik niet weten hoe. Nog. Tafel. Hey, dat is handig gemaakt. Oké. Oké. Kunnen we nu iets op de tafel doen? Oh, kijk eens aan. Pakken we die hamer en dan kunnen we die plank losmaken. Al weet ik nog niet waarom we gedaan moeten worden. Auw. Oh, dat doet pijn, denk ik. Heb je de hamer? Oké, pak hem maar op. Kijk, en nu hebben we waarschijnlijk een extra optie bij die plank, boven, hamer. Kijk. En zo komen we er weer uit. Alleen ik weet niet of het wel zo verstandig is om weg te gaan eigenlijk. Maar ik denk dat het game dat wil. Uh-oh. Saving. We have a doctor. He's gotta have stuff for stitches. Zijn walkers in de buurt. Moet uitkijken. Find the way into the cabinet. Oké. Ik moet hier naar binnen sneaken.
Oké, ze staan ruzie te maken. Ik ga eerst even zo omlopen. Of course. Dat werkt niet. Jammer genoeg zat dat drama op slot. Leek me een verstandige keuze om heel stilletjes langs te gaan. It makes me feel like a fucking idiot when we're not on the same page. We are on the same page. Not out there, we weren't. Not about the girl. I saw you get soft. What do you want me to do, Beck? Put a bullet in her? I want you to think about our family first. It's all I think about. So don't give me shit. I need some air. Kijk, voor mij kunnen we hem nu manipuleren. Dat hebben we... Dat zei ik net ook al. Hij gaf een hint van dat hij wel te manipuleren was. Gaat dat niet? Hey, kunnen we niet door? Oké, de voordeur. Here goes nothing. Oké. Nog een keer dan. Waarom gebeurt er niks? Window. Drukt op het verkeerde knopje. Dus niet de eerste keer. What the hell are you doing? Ik ga niemand. Hurt anyone. Yeah, but you can pijn doen. Please, I need to fix my arm. Are you out of your mind? Even if you ain't bitten by some lurker, which you probably are, you can't be here. You gotta get out of here, you understand? Get back into that shed and Carlos will take care of you in the morning. Emotionele chantage, dus je laat me gewoon sterven? You just let me die? I wouldn't let you do nothing. It's not my call, we're a group. But you could help. And if you don't, isn't that the same? I don't know, alright? I'm serious, you need to get out of here. I saw when everyone was arguing. You wanted to help. You didn't see anything. You gotta get out of here before my wife finds you. I'm serious, you gotta go. I got enough problems already. We got a baby on the way, Rebecca's all emotional. Alsjeblieft, help me. Please help. Please. Zielige oogjes helpen altijd. I'm not gonna cry. I'm just tired. You're not with Carver. No. And you didn't get bit by a dead person. No. I'll do anything I can to help your situation. Anything. Except leave me alone. Yeah, I guess. I'm screwed if anyone finds out I did this. You understand? Yes. What do you need? The cut on my arm needs to be cleaned and stitched. Stitch? I ain't doing that. I'll figure it out on my own. All right, look. I don't know what I can find. We're short on bandages, but I might be able to find something clean that will work. I need something to clean it out with, and a needle and thread could help too. I don't even know where to look. Carlos has medical supplies on lockdown. We don't got much these days. Well, whatever you can get, I'll find the rest on my own. Okay, wait here. Spannend. Dus ik kan gewoon mensen manipuleren met dit spel. Dat was in deel 1, was dat nog niet zo. I found you some bandages. And I got you a juice box in case you're thirsty. Oh, nou, dat vind ik lief. Thank you. Alvin, house meeting in 5 minutes. Oh, okay, thanks. Now you need to go. Ik ga weg. Denk terug naar het schuurtje.
Okay. Er zijn nog andere dingen die wij nodig hebben, maar dat zul je zien in het volgende deel. Helaas kan ik het niet helemaal afmaken, want ik moet nu helaas zelf weg. Jongens, bedankt voor het kijken. Als je deze video leuk hebt gevonden, laat dan een blauw duimpje achter. Een gewone, dikke, vette like. En een berichtje natuurlijk. Kunnen we met z'n allen kijken van wat we nou van deze emotionele chantage vinden. Vind je het wat voor een game? Of vind je het helemaal niks? Vind je het raar? Of vind je het juist leuk om dit soort dingen te doen? Ik bedank jullie nogmaals voor het kijken. En ik zie jullie de volgende keer. Bye bye.